Waterman. Waterman vanavond. Your reading. Waterman voor 2020. Even een klein beetje uitleg over de readings. Dus er zijn verschillende watermannen op de wereld. Er zijn verschillende readings. En er zijn ook verschillende readers. Niet elke reading is voor jou. Een reading komt naar je toe. Je hebt een behoefte, een nood om de reading te zien. Omdat je voelt dat er iets in zit voor jou. Of omdat je gewoon nieuwsgierig bent en het je niet loslaat. Het kan evengoed zijn dat een reading van de waterman helemaal niet voor jou is. Maar de reading van je zonneteken... Waterman is je zonneteken. Maar de reading van je rising sign of van je maanteken heeft misschien wel een boodschap voor jou. Dus vandaar, wat ik zou doen is echt voelen. Je kan die andere tekens gaan opzoeken op justastrologythings.com. Het is belangrijk dat je dat weet, vind ik persoonlijk. Dan heb je een betere kijk op je eigen persoonlijkheid. Maar het hoeft niet. Als jij voelt dat je deze video moet zien, dan zal het zo zijn. Misschien zitten er 5 minuten aan boodschap in voor jou. Misschien de hele reading, you never know, jij zult het voelen en bij jou zal het binnenkomen. Goed, voor de waterman voor 2020. Ik had heel graag een paar thema's ontvangen, of thema ontvangen, voor de waterman 2020 alsjeblieft. Alchemical mutation and divine talents. Oké, watermannen, jongens. Ik voel meteen dat er van alles in jullie DNA aan het veranderen is. Alchemical mutation, dus er zijn aanpassingen aan het doen. Je bent kleine aanpassingen aan het doen in je DNA, in je lichaam, in je manier van denken, je manier van eten zelfs. Jullie zijn misschien totaal anders gaan eten. Totaal andere muziekstijl. Er zijn aanpassingen. Waarom? Omdat je zelf voelt dat die aanpassingen nodig zijn, zodat jij een beter persoon wordt. De betere versie van je hogere zelf. Divine talents. Divine talents gaat over jouw talenten. Goddelijke talenten. Talenten die je hebt meegekregen in dit leven. Talenten die je hebt meegekregen uit een vorig leven. Heel belangrijk. Eigenlijk wat er gaat gebeuren is... 2020 gaat de moment zijn dat jij jouw vleugels uitslaat. Wat belangrijk is, is dat je je goed grondt. Want je gaat in vibraties stijgen, dus belangrijk dat je je grondt. Ik krijg meteen de steen jaspis door. Wat is nog heel goed voor je te gronden? Ik ga gewoon de namen zeggen die ik hoor. Hè. Jaspis, tourmalijn, fluoriet, emerald, roze kwarts. Die zijn jullie gunstig op dit moment. En voel zelf welke naam het meeste naar boven komt bij jullie. Van degene die ik heb opgenoemd. Welke blijft hangen, opzoeken, gaan halen. Dus jullie gaan jullie vleugels open doen. Jullie gaan vliegen. Voor sommigen gaan jullie vliegen naar een andere locatie. Dus misschien niet hier. Misschien wel in het buitenland. Ik zie ook de maan. Jullie gaan iets doen wat dat jullie hier voelen intuïtief dat je moet doen. Dus uw intuïtie staat heel sterk in 2020. Locatieverandering hoor ik, echt locatieverandering. En ik had het inderdaad over divine talents. Dus talenten van dit leven, van het vorige leven. Jij gaat je eigen ontplooien. Ontplooiing is de mooiste... Het grootste, mooiste thema van 2020 voor jullie. Jullie gaan nederig en dankbaar zijn voor de dingen die op jullie af gaan komen. Het gaat voor jullie... niet nadenken zijn. Want het gaat allemaal zo vloeien en... je gaat dingen doen waarvan je dacht, amai, dit is zo simpel voor mij, dit voelt zo goed. Jullie gaan echt jullie zelf als knop van een bloem opnieuw planten. En jullie gaan jullie zelf heruitvinden. Wauw, jullie gaan jullie zelf heruitvinden in 2020. Goed, ik ga het boekje erbij nemen, omdat ik toch heel graag enkele zinnetjes
echt uitspreek. De zinnetjes die ik voel dat ik moet uitspreken. Dus we gaan 31 bekijken. En 39. Your spiritual growth is changing your mind, body and soul. This is very real. It is helping you fulfill all aspects of your divine destiny. It is awakening spiritual talents. En dit is nog maar de... Want dit is nog maar de alchemical mutation kaart. Hè? Dus ze spreken al over talent. Terwijl de volgende kaart gaat over divine talents. Dus the alchemy is empowering the gift of love. Symptoms of this process can at times be challenging. Dus het kan zijn dat je echt fysiek dingen gaat ondervinden hiervan. Hè? Hoofdpijn, koorts, overmatig zweten. Omdat echt, zoals ik in het begin al zei, je DNA gaat veranderen. In je lichaam gaan dingen zich aanpassen. Omdat je vibratie omhoog moet, moet je lichaam ook mee. Dus op die manier gaat het ook zeker veranderen. En het kan ook zijn dat je voelt dat je gevoeliger bent voor alles rondom je. Dat je ook meer energie hebt, zelfs meer seksuele energie. Dat is echt wat die kaart, waar dat die voor staat. Echt kleine aspectjes in je lijf. Veranderingen. Je gaat dat zelf wel opmerken. Misschien merk je dat al op. Voor velen van jullie is dat echt al aan de gang. Dan 39 Divine Talents. Zien wat ik daarvan kan meegeven. 39. Over many lifetimes you have developed your spiritual abilities to channel higher awareness, attract healing energy and radiate life. Divine talents are a way of which the universe reminds us of what we are here to do. Dus, ja, er staat een hele tekst, maar boeit eigenlijk niet. Want wat het eigenlijk zegt is dat die talenten die naar boven komen, die daar nu voor jullie centraal staan, die dat gevoel dat je moet gaan doen, zijn een deel van het pad dat je gaat bewandelen. Uw levensbestemming hier, uw zielspad. En dat komt nu naar boven. En ik denk dat het voor velen ook een beetje een verrassing is. Van wauw, dat had ik nooit niet gedacht dat ik ging doen. En voor anderen zit het er al echt in van bam bij de geboorte. Maar ik voel voor veel meer watermannen dat het een beetje een verrassing is. Zo van, ik kan dit. Daar ligt mijn interesse. Dus een klein beetje ook die verandering van interesse, die verandering van passie, dat is iets dat fel doorkomt. We gaan kijken naar de tarot. De fountain. Tarot, my favorite tarot. Ik heb vandaag ook nieuwe kaarten gekocht. Maar die gebruik ik echt niet voor deze reading. Ik gebruik alleen de kaarten die ik voor alle andere tekens heb gebruikt. Dus voor de waterman, voor 2020, wat kunnen jullie ons vertellen? Voor de waterman in 2020. Oeh, baby, Ace of Cups. Flowing. Het universum gaat u zoveel moois bieden. Emotioneel, materieel. Compleet nieuw. Onderliggende energie. Eight of Swords in reverse. Wat wil zeggen dat jij uit een situatie gaat komen waarvan je eigenlijk dacht dat er nooit een einde aan zou komen. Je gaat verrast zijn door wat te gebeuren staat. Je gaat een imprint zetten, een handafdruk, een nieuwe handafdruk, vingerafdruk, een nieuwe stempel. Een nieuwe stempel. En uit de energie van ik weet niet wat ik doen moet. Dat is het. Ik weet niet wat ik doen moet. Van ik weet niet wat ik doen moet naar ik weet wat ik doen moet. Nog meer informatie over de Ace of Cups voor de waterman. Two of Wands in reverse. Dus dit gaat gaan over... te veel stokjes hebben om mee te eten. Dus eigenlijk te veel opties hebben.
te veel opties hebben, maar dus een keuze moeten maken. En een keuze die makkelijk gaat te maken zijn, omdat je heel goed weet wat je wilt. Samenwerking ook. Samenwerking met een andere persoon. The Devil in Reverse. Two of Wands. And the Devil in Reverse. Onderliggende energie is... een kruis trekken door... een kruis trekken door niet besluitvaardig te zijn. Afscheid nemen van het wikken en het wegen. Afscheid nemen van dingen die u tegenhielden om een volgende stap te zetten. Angsten. Andere mensen. Ik voel dat er iets is dat jullie in het verleden heeft tegengehouden om nu te doen wat je moet doen. Dat kan evengoed echt een gevoel zijn tegenover uzelf. Maar dat is gedaan. Gedaan ermee. Voor de waterman. Nog meer boodschappen voor 2020. Boodschappen voor 2020. Wat? Please. Wat? Verduidelijking voor Three of Swords en Five of Swords, please. Verduidelijking hierover. Twee. Oké. Total opposite energy. Dus we gaan eventjes van het talent en de leuke nieuwe beginningen naar een totaal andere energie. Voor sommigen van jullie hebben jullie nog een negatieve persoon of situatie in jullie leven. Iets dat u zorgen baart. Iets dat u... iets dat u zorgen baart. Je gaat kracht putten uit de situatie die dat u zorgen baart. Het duw en getrek is gedaan. Oké, wacht. Dat is een speciale zin. Als de student... Allee. Als de student klaar is met leren, verschijnt de meester. Dat is wat doorkomt. Dat gaat over een grote levensles eigenlijk. Dus als jij klaar bent met leren, dan verschijnt de meester. Dus je bent de situatie doorgegaan die je zorgen baarde, angsten baarde. Je moest daar even door, want je hebt die leren controleren, je hebt je angsten leren beheersen. En nu word jij de meester van de situatie. Dus je hebt hieruit geleerd, waardoor dat je stappen kunt zetten naar 2020 toe. Dus gedaan met geduw en getrek, gedaan met de slapeloze nachten, de pijn. Gaat uw kracht worden. Maar dat is nog iets. Sorry. Hè? Ik wil weten wat er nog is. Er is nog iets. Duidelijk, Tree of Swords. Alsjeblieft, wat moet ik daar nog over zeggen? De Tree of Swords voor de waterman. Hoe kan ik het verduidelijken? Een visioen, een beeld. Iets. Je hebt lang genoeg gewacht. Heb je zitten wachten op iemand om een beslissing te maken voor je in verband met liefde? Je hebt gewacht op iemand die dat...
Het hoeft niet per se met liefde te maken hebben, maar je hebt gewacht op iemand om een beslissing te maken, iemand uit je verleden. Waardoor dat je bleef hangen en dat doe je nu niet meer. Dus wat je tegenhield in het verleden, doe je nu niet meer. Dus voor sommigen gaat dit te maken hebben met een persoon uit het verleden. Voor andere watermannen gaat dit te maken hebben met het verleden dat u tegenhoudt. Dus niet per se een persoon uit het verleden, maar echt het verleden dat u tegenhoudt. Dus dat jij geconditioneerd bent in het verleden door een bepaalde manier van denken of doen of laten. Dat je hebt meegenomen heel je leven en in 2020 zeg je daar eigenlijk bye bye tegen. Dus... Six of Cups en Hangman in reverse, hè. Zeg je bye bye tegen en dan Queen of Wands in reverse. Of ja, zelfs niet. Ik weet niet hoe ik hem vast heb. De controle weer nemen en u vrij voelen van die situatie. Dus u vrij voelen in uw eigen keuze. En dat is zo belangrijk voor de waterman. Want de waterman zit niet graag in een kooi. De waterman moet je niet klein houden, want die kan er niet tegen. De waterman kan niet goed om met autoriteit, met te zeggen wat er moet gedaan worden. De waterman doet. De waterman wordt niet gevraagd om te doen. De waterman doet. Dus vandaar eigenlijk u een beetje die bel. Dus u gevuld. U gevoeld hebben alsof dat je in een bel zat. Ja, een bel, dus een luchtbel of een waterbel, die zo makkelijk te doorprikken eigenlijk is. Want je zit daar en je denkt, allee, dit is maar een luchtbel. Maar je kon hem niet doorprikken, hoe simpel het ook was. Dus ik voel echt een persoon, een situatie, iets uit je verleden, waar je geen afscheid van kon nemen, dat je tegenhield in je sterk zijn. En in je kracht stappen. En nu in 2020 is dat gedaan. Queen of Wands. Jij gaat vrij zijn. Jij wilt niet meer opgesloten zitten. Je wilt je eigen keuzes maken. Je wilt controle hebben over je leven. Vandaar Ace of Cups. 2020 brengt... Allee jongens, zo'n mooi kaart. Allee jongen, je moet dat echt zien. Dat is prachtig. In uw leven. Vrede, rust. En jij kunt dat allemaal zelf beheersen. Dus je kunt je eigen cup, Ace of Cups, vullen. Je hebt de opportuniteit om het te vullen met wat je ook maar wilt. Alles. Oké. Nog één boodschap misschien uit het tarot voor de waterman. Een klein beetje. De waterman in 2020 alsjeblieft. Nine of Coins. En de musician. Het idee dat je... Dat komt weer terug op het verleden. Maar een soort van... Als je sterft, dan heb je een beeld. Dan krijg je beelden door van alles wat je al gedaan hebt. En het is een beetje alsof dat je... aan het re-evalueren bent van wat heb ik al gedaan, wat komt beter. Tegelijkertijd met een dankbaarheid, omdat dat je gemaakt heeft wie dat je vandaag bent. Maar alsof je het... Voor sommigen voel ik dat ze het verleden willen opnieuw doen. Dat ze iets zouden willen anders gedaan hebben in het verleden. En je beseft dat dat niet kan. En daarom ben je nu zo gretig voor 2020 anders aan te pakken dan vroeger.
Je hebt dingen niet willen horen of niet willen inzien. Je hebt dingen niet willen horen of niet willen inzien. En nu heb je zoiets van, ja, had ik maar, dus nu doe ik het anders. Een nieuwe creatie hoor ik. Een nieuwe creatie, maar ik zeg het, hè, zoals, ja, en dat, oh my, het komt allemaal zo mooi samen. Dus gelijk in het begin zei, dus je gaat je eigen eigenlijk terug onder de grond stoppen en je opnieuw laten groeien. En daar gaan we, en de maan komt en de Queen of Coins valt hier nog uit. Een diep verlangen, en misschien houd je dat voor jezelf. En zeg je van, ik ben toch niet zo materieel ingesteld. Maar ik voel dat voor sommigen dat materie en materiële geld en luxe en waarde toch wel echt belangrijk is. En dat jullie in 2020 echt zo willen meer verdienen en in controle zijn. Zo. Controle. Een geheim verlangen om een bepaalde controle te hebben in 2020. Het hoeft niet geheim te zijn, hè, maar ik denk dat er sommige dingen zijn dat jullie zo... Watermannen zeggen niet alles zo, hè. En dan heb ik het niet over liegen, hè. Ik heb het echt over zo... een beetje geheimzinnig. Je weet niet echt goed wat er in de waterman zijn hoofd omgaat, want... Een waterman heeft altijd, op een of andere manier, een muur. Maar ook al... Denk je dat je die persoon kent, daar schuilt altijd nog iets achter. Dus, controle. Terug de reins pakken van het paard en terug zeggen, en nu pak ik, nu zeg ik waar het paard naartoe moet gaan. En in een versnelling, het moet op mijn manier. Dat is 2020. Oké. Ik ga dat allemaal naar boven schuiven. Komt misschien straks nog terug. Allee, waarschijnlijk. Ik ga kijken wat de engeltjes te zeggen hebben voor jullie. We willen de engel doorgeven, alsjeblieft. Engelen doorgeven. Voor de waterman in 2020, alsjeblieft. Het doel van uw leven is schrijven, lezen en... Ja, dus... Boeken. Dat wil zeggen dat je meer gaat lezen, meer gaat schrijven en ook, dat kan ook te maken hebben met lesgeven, voor de klas staan, maar woorden, lezen, schrijven, zingen zelfs, woorden, informatie, gesprekken, alles wat met woorden te maken heeft, gaat centraal staan in 2020. Dus dingen doorgeven, lessen geven, lessen nemen, veel meer opnieuw schrijven met de hand, zie ik, schrijven met de hand. Dat, nog iets. Engeltjes voor 2020 voor de waterman. Kijk, workshops en cursussen dus, zoals ik zei, lessen geven en nemen. En dan heb ik hier een speciale... Er zijn sommige van jullie, watermannen, die daar een wonde hebben in verband met hun ouders. Die persoon kan er nog zijn of er niet zijn. En eigenlijk zegt deze kaart van, ik zie u nog steeds onvoorwaardelijk graag. Los van het ego. Dus voor sommigen die problemen hebben met één van de ouders, beide van de ouders. De liefde hangt er. En het is een beetje onuitgesproken. En het moet... Het moet niet, maar het zou leuk zijn moest de strijdbijlen worden begraven en er vergeving worden geschonken, voel ik, rond ouders. Voor
personen... Ik voel dat ik daar toch iets moet over zeggen. Als er mensen zijn, watermannen, die kijken naar deze reading met overleden ouders, dan is dit een mooi moment om u te zeggen dat er vergeving wordt geschonken. Dat het oké is. Het is oké. Voor sommigen van jullie gaat dat zeker doorkomen. Excuseer. Het feit dat mijn wekker afgaat, laat ons zeggen dat dat een echte bevestiging is. Dat wat ik zeg klopt. Dat het de juiste timing is om dit u te vertellen. Dat dit iets is dat je nodig hebt om te horen. Dat je graag gezien bent door je ouders. Ja. En dit is een kaart, laat me u eerlijk vertellen, die komt zelden door in readings, dus... Ik voel een beetje spijt, ik voel een beetje... Een zacht verdriet, zo. Dus voor degene die dat moet horen, dat is een mooie bevestiging. Oké. We gaan. Oeh. Flexie. Ja, dat dacht ik al. Dat is niet zo logisch. Dat is niet zo niet. Dat is dus logisch. Voor de watermannen alsjeblieft. Nog meer uit het wijsheidsorakel. Wat kunnen jullie als advies meegeven voor de watermannen in 2020? Ja, die ook nog. Oké. Ja, dus zoals ik zei daar straks, het is bevestiging allemaal. Want eigenlijk, al die kaarten gaan een beetje hetzelfde zeggen. Oneindig verhaal in reverse. Ik ga hem even hardop voorlezen. En flexibel in reverse. Dus jullie moeten... het universum maakt plaats zodat jullie eigenlijk flexibeler kunnen zijn voor alles wat jullie moeten doen. Dus er zijn dingen uit de weg geruimd voor u, specifiek, omdat je nu dingen kunt gaan doen. Die dat je moet doen, die op je pad liggen. Ze vragen u om adem te halen, in de zin van uw tijd nemen om beslissingen te maken, goed over nadenken, maar vooral centered zijn. Alles doen vanuit een goede intentie. Nadenken voordat je iets zegt, hoor ik ook heel hard. Nadenken voordat je iets zegt. Niet te hard zijn met je woorden. Tic-tac gaat over, nu is uw tijd. Zoals ik daar straks zei met de wekker die ging. Alles is in een reading is altijd zo perfect. Tic-tac, het is tijd. Het is 11:55. Het moet nu. Dat nieuw begin, dat loslaten van oud zeer, die talenten dat je hebt, dat je voelt borrelen, nu is de tijd. Het moet nu. Waar is dat boekje? Ik ga voor jullie. 37 voorlezen. Luister eventjes goed aan. Je moet kosten wat het kost alle drama vermijden. Zeker wanneer het gaat om drama's van anderen. Je kunt op dit moment overgevoelig zijn en je kunt het beste afstand houden. Je mantra voor vandaag is, ik bemoei me er niet mee. Alle moeilijkheden gaan voorbij en jij gaat verder ongedeerd en zonder schuldgevoel. Dus, je kunt anderen niet veranderen. Dus die hun situaties zijn hun situaties omdat dat zo hoort te zijn. Daarom wil dat niet zeggen dat jij daar een deel van moet zijn. Dus je kunt het besluit maken om daaruit te stappen, uit die drama. Daar komt mooi neer op wat ik daar straks zei van het feit dat jij vrij wilt zijn, dat je niet meer in een kooi wilt zitten. Dus drama free. Andere mensen hebben niks over u te zeggen. Andere mensen horen niet te beslissen hoe dat uw leven gaat gaan. Dat is heel belangrijk voor de waterman. Dus dat is heel belangrijk. En dan flexibel, sorry. Die moet ik ook lezen. Voilà. Wanneer jij of een andere te rigide of star blijft opstellen, dan kom je niet verder en ontdek je dat je in een welis niets situatie terechtkomt. Laat het los, open je hart en je geest en kijk of een soepelere benadering je een beter gevoel geeft.
Koppigheid zorgt voor strijd waarbij er alleen maar verliezers zijn en geen winnaars. Kun je een manier ontdekken die voor beide gunstig is? Spirit is een goede mediator. Dat gaat over niet in je eigen ego blijven hangen. En toegeven dat je soms fout zit. Niet te lang in je eigen ego blijven hangen. Flexibeler zijn. U lostrekken van situaties wanneer dat het nodig is. Weten wat kan en wat niet kan. Dus dat is met die flexibiliteit dat ik daarnet zei van het universum. Maakt echt plaats nu in uw leven voor dingen die echt moeten gebeuren. Dus wees niet koppig en laat dat ook gewoon gebeuren. Voel dat het nodig is. Voel dat het nodig is. Oké, dan. Aan wat moet de waterman zichzelf overgeven in het jaar 2020? Aan wel wat dingetjes. Voel het. Aan welke dingetjes moet de waterman zich overgeven in 2020? Een mooi voorbeeld dat dit allemaal real shit is. Surrender the drama, please. Aquarius, stop it. En dan. No matter how emotionally charged the situation, remain calm and don't contribute to the drama. Stay centered. Oh my god, met de kaart ademhalen, ik zei het nou, stay centered. This will help resolve the issue. Dan, surrender stress, take a few deep breaths, opnieuw ademhalen. Je hebt heel veel spanning in je lijf opgebouwd van bepaalde situaties. Surrender worry. Dus opnieuw, de waterman zit veel in zijn hoofd de laatste tijd. Zorgen maken over het nieuwe begin, over 2020. En het is niet nodig, jongens. Surrender drama, surrender stress, surrender worry. Heel, heel simpel. We gaan nog kijken naar aartsengel Michael voor de waterman. Maak gebruik van je verbeelding en je zult antwoord krijgen. Lieve God, dankjewel dat je mij de wijsheid en creativiteit hebt gegeven om jouw wonderen op nieuwe en onverwachte manieren te bekijken. Ik accepteer en waardeer je hulp in dankbaarheid met heel mijn hart. In het begin heb ik gezegd dat het voor jullie, voor velen, zo'n verrassing gaat zijn van amai, die veranderingen en die talenten en dat nieuwe begin. En ze zeggen eigenlijk van, dus gebruik positieve affirmaties en bedenk al dat het allemaal goed komt. Leef al in het gevoel van dankbaarheid dat alles goed gekomen is. Ik heb nog een precies, maar... Nog eentje misschien? Is er nog iets dat je moet zeggen tegen de waterman? Is er wat, nog eens weten, de waterman nog iets. Het is nu tijd om uit deze ongezonde situatie te stappen. Dus dit is nu tijd, hè. Dat is wat ik daar straks zei van negativiteit, van het verleden, iets dat u tegenhoudt, bla bla bla. Dat. En het is letterlijk bla bla bla, hè. Dat je er niet uit kunt en zo. Hier. Aartsengel Michael, op welke aspecten van mijn leven moet ik mezelf op dit moment meer focussen? Dankjewel dat je mij helpt om je antwoorden te kunnen horen en dat je mij de moed verschaft om gezonde veranderingen in mijn leven door te voeren. Dus alchemical mutation is juist, hè? Die veranderingen, die kleine veranderingen, die moeten gebeuren. Hè? In uw DNA, in uw manier van kijken naar uzelf. Die nieuwe jij moet worden geplant als een boom. En dan gaan we afscheid nemen. We gaan Kuan Yin... Nog eens een zegje laten doen. Kuan Yin, met Kuan Yin eindig ik altijd. Standaard. Always. Omdat zij alles wat ik vandaag heb verteld heel mooi samenvat voor jullie waterman. Voor de waterman. Kuan Yin voor de waterman alsjeblieft. Luister naar de gele tijgermoeder. Soms moeten we sterk zijn en onszelf blijven, terwijl alles om ons heen lijkt te verplaatsen en verandert. Kuan Yin in haar beschermende rol laat haar goddelijke geluid binnen jou weer klinken. Vandaar de leeuw, jullie kracht in 2020.
Ze herinnert er je aan dat je een krachtig wezen van licht bent. En zelfs wanneer je in aanraking komt met universele krachten, helpt de sterke grondslag van jouw wezen vrede te hebben met jouw waarheid en voet bij stuk te houden terwijl jouw geest zijn waarheid laat zien. Nog eentje. De lotustroon. Het kan veel moed kosten om op je eigen innerlijke licht te vertrouwen, om de troon te bestijgen van je eigen spirituele overwicht. Vooral wanneer het licht van anderen om je heen krachtiger lijkt dan je eigen licht. Nu wordt je gevraagd om in de eerste plaats te vertrouwen op jouw eigen innerlijke leiding. Heb vertrouwen, weet dat je goddelijk bent. Voilà, daar gaan we mee eindigen vandaag. Ik denk dat dat heel duidelijk was voor jullie. Omarm de veranderingen, uw nieuwe talenten, uw nieuwe begin. Stop met u te focussen op anderen en op de situatie die u naar beneden brengt. Stop met zorgen, stop de drama en maak gebruik van allemaal positieve gedachten. Want dat is wat dat u gaat helpen om te manifesteren wat dat jij wilt manifesteren. Oké, ik hoop dat ik jullie heb kunnen helpen. Ik wil ook eventjes vertellen dat ik een boek heb uitgebracht. Ja hoor, ik ga het even erbij nemen. Waar is mijn boek? Hier is mijn boek. Mijn boek is een boek van eigen kennis van de laatste 2 jaar. En het is mijn persoonlijke weg die ik heb afgelegd en wat ik heb ontdekt staat allemaal in dit boek. En het is een korte samenvatting. Dus de basics van spiritualiteit om als beginner kleine stapjes te zetten. Ik heb het met veel liefde geschreven. Ik hoop dat het jullie kan van dienst zijn. Ik zet een link in de subscription below. En voor de rest wil ik gewoon echt heel erg bedanken voor jullie vertrouwen. En te kijken naar mijn kanaal. En ik hoop dat jullie een zieltje blijven in mijn spiritual community. Veel liefde en veel licht.